Het aantal woningzoekenden in Dordrecht is nog altijd vele malen hoger dan het aantal beschikbare woningen. Voor thuiswonende jongeren is dat al een probleem. Voor volwassenen met een gezin die om wat voor reden dan ook hun huis verliezen, is het een regelrechte ramp. Een van de personen die weet hoe het is om in deze situatie te verkeren is Corine. Zij leeft sinds een scheiding in constante onzekerheid. Het probleem is supergroot. Ik denk dat er veel meer mensen last van hebben dan dat ik weet. In mijn eigen omgeving, eigenlijk omgeving maar 3 mensen. Maar van maar 3 in mijn eigen omgeving al heel veel. En het moet aangewakkerd worden dat er meer gedaan moet worden aan deze nood. Want mensen kunnen niet op straat leven. En we hebben het recht om in een huis te leven. Mijn kinderen hebben het recht om onderdak te hebben. En daar wordt niet naar gekeken. Dus het ophalen van ideeën bij de mensen zelf die dat ervaren, zoals dat nu gebeurt, dat is dan de goede stap, denk je? Dat denk ik wel, ja. Luisteren naar de mensen die er ervaring mee hebben, ja. Ja, absoluut. Afgelopen dinsdag op Wereldarmoededag werd er in Schouwburg kunstmin stilgestaan bij woonarmoede en nagedacht over mogelijke oplossingen voor het probleem. Je hoeft niet alleen aan geld te denken, maar je kan ook kijken van, hey, kunnen we de huisvestingsbeleid verruimen? Bijvoorbeeld, dan zeggen mensen zelf van, ga niet slopen als je geen alternatieve woning hebt. Dat is 1. Maar ook, ga flexibel om met tijdelijk huren. Want wat wij hoorden, dat een moeder die dan met kinderen niet onder een brug wil slapen, die gaat dan op een bank slapen of bij vrienden, die wordt niet meer als urgent gezien, want die heeft een dak boven. Nou, daar kun je anders mee omgaan. Dus dat soort voorbeelden, aanbevelingen, dat gaan we doen naar de wethouder en naar de gemeenteraad. De verantwoordelijke wethouder is Peter Heikoop. Hij kreeg een ideeënlijst overhandigd en is blij met die input. Vorig jaar werd een aantal van de ideeën van Wereldarmoededag namelijk overgenomen als gemeentelijk beleid. Ik ben altijd op zoek naar creativiteit, altijd op zoek naar goede plannen waar we als gemeente ons ook toe kunnen verhouden. En ik ben ook altijd op zoek naar samenwerking. Dus laten we ook gezamenlijk de schouders eronder zetten. Mensen die allemaal roepen van de gemeente moet dit, de gemeente moet dat. Dan denk ik van ja jongens, maar we hebben daar allemaal een verantwoordelijkheid in. En ja, ik wil daar graag mijn steentje aan bijdragen samen met mijn collega's in het college en ook met steun van de gemeenteraad. Maar we zullen het echt met elkaar moeten doen. Hoe fijn is het dan dat er vanuit de bevolking nu ook ideeën worden aangeleverd? Dat is alleen maar heel positief. Benieuwd naar de ideeën of wil je meer weten over de avond? RTV Dordrecht zendt deze donderdag direct na het nieuws een langere reportage uit over Wereldarmoededag.